denk dat we in een maatschappij zitten waarin er zo ontzettend veel moet. En waarin er op heel veel dingen een soort druk ligt. Je moet op een bepaalde manier leven. Je Instagram-account moet op een bepaalde manier eruit zien. Maar ook in geloof. Er zijn heel veel vormpjes en heel veel manieren. En je kunt in een bepaalde gemeente of een bepaalde kerk zitten waarin het op een bepaalde manier moet. En dan is meedoen dus wel altijd de norm. En als dat dan niet helemaal lukt, dan kan het al heel snel een enorm schuldgevoel opleveren. Of, het lukt mij niet. Die lukt het wel om zo te geloven, precies zoals het moet. En ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Er klopt dus niet dat we zo'n opgejaagd volk zijn, dat we ook zo'n opgejaagd volk van God zijn. Dus het opgejaagd volk van gelovigen. Je hoopt Jezus te ontmoeten als je in de kerk gaat. Maar vaak kom je vooral naar buiten met een volle agenda. Met allemaal gemeentevergaderingen, avonden, activiteiten, wat je allemaal moet doen. En dat is soms prachtig, maar dat is volgens mij niet waar het echt om gaat. Vanaf hier, ik mag gewoon zijn wie ik ben. Met al mijn gebreken en mijn fouten. En ik mag op weg met God die zichzelf aan mij getoond heeft en heeft gezegd, kom hier mee. Dan is dat volgens mij een prachtig startpunt van geloven in plaats van het moeten. En in alle regeltjes en dogma's passen. Dus laten we niet meer doen alsof we iets hoog te houden hebben. Een masker of een status of een Instagram profiel of wat dan ook. Laten we eerlijk zijn over onszelf. En daar ontspanning in vinden. En zeggen, oké, dit is het voor nu. Meer is het niet. En God vindt het blijkbaar oké. Want Hij wil me ontmoeten zoals ik nu al ben. Ik hoop dat mensen iets van die ontspanning, van die vrede, dat ze die vinden in mijn muziek. En dat het ze helpt om dat ook uit te leven. Wat heb jij nodig om vrede te vinden?